Welkom bij deze podcast, waarin wij jou willen inspireren om te leven vanuit je authentieke waarheid, in vrijheid, plezier en in onvoorwaardelijke liefde. Mijn naam is Manisha Sluizer en ik ben verbonden met twee lichtmeesters, Aurealis en Hubert. Samen bieden wij een groter perspectief op het leven, situaties en gebeurtenissen. Wij begeleiden jou om spiritueel te ontwaken en je levensmissie uit te dragen op aarde. Wij leren je los te komen van de beperkingen van het denken, voelen en negativiteit. We willen je inspireren, uitnodigen om mee te bouwen aan een nieuwe wereld en een nieuwe tijd, waarin we samen leven in gelijkwaardigheid, respect, verbondenheid, vertrouwen en liefde. Vanuit daar onze samenwerking en onze boodschap. Namaste. Deze podcast gaat over jezelf op de tweede plek zetten. En ik heb hier iemand bij me die heel hard aan het spinnen is, dus dat zou je eventueel kunnen horen. Hij is niet bij me weg te slaan, dus ik dacht, ik doe het eventjes samen met Rishi erbij. Een hele blije kater. Maar jezelf op de tweede plek zetten. En ik praat hier even over naar aanleiding van mijn laatste twee sessies. Ik had twee mooie QHT-sessies van de week. En waarin dat thema eigenlijk heel duidelijk naar voren kwam. En de een een vrouw, de ander een man. En het is zo'n kunst in het leven. Als je uit een gezin komt waarin je... ja, tekort bent gekomen, niet hebt gekregen wat je nodig had, niet de juiste aandacht, niet de juiste liefde, wat in vele gevallen bij velen van ons is. Dan leer je een beetje door de houding van je jeugd, hè? Je gaat je een beetje aanpassen, je krijgt dat please gedrag. En wanneer je dus ouder wordt, gaat werken, in relaties komt, dan merk je dat je in dat please gedrag blijft hangen. Dat please-gedrag blijft een beetje een patroon op de voorgrond. En het is heel moeilijk om uit dat please-gedrag te stappen, uit dat gedrag te stappen. En op een gegeven moment komt er zo'n moment in je leven, zo'n wake-up call. En in dit geval was het bij de ene coronatijd en bij de andere was het de beëindiging van een relatie. Was het zo van, nou, het wordt gewoon eens tijd dat ik aan mezelf denk. Ik ben aan het rondrennen, ik ben hard aan het werk, ik ben voor iedereen aan het zorgen. Maar niet voor mezelf. Hoe zorg ik nou goed voor mezelf? Ik weet niet of dat herkenbaar is voor jou. Hoe zorg ik nou goed voor mezelf? En dan komen we een beetje bij dat thema van zelfliefde. Hè? En dan, ja, ik wil werken aan zelfliefde. Ja, nou, mooi. Ja, en hoe doe ik dat dan? Hoe ga ik van mezelf leren houden? En ik zeg altijd, kijk, als je jezelf gaat zien ook als een waardevol, belangrijk persoon, zonder jezelf kan je niet. Er is niemand op deze wereld belangrijker dan jijzelf, want als jij niet meer bestaat, dan besta je niet meer, dan ben je er niet meer. Dus gezond zijn, gelukkig zijn, voor je eigen gemoedsrust, om daarvoor te zorgen, dat is het allerbelangrijkste. En ook als je kinderen hebt, dan zeggen we vaak, ja, onze kinderen, je zet je kinderen op één, maar een kind heeft er heel veel belang bij, heeft heel veel belang bij een goede ouder. Als je in een relatie bent, je partner heeft heel veel aan een goede partner. Dus het is keer op keer aan ons om dat voorbeeld te geven. Goed voor jezelf te zorgen. Liefdevol met jezelf om te gaan. En hè, deze maatschappij is een beetje zo'n hurry sickness maatschappij. Het moet allemaal snel. Het moet allemaal veel. Zoveel verwachtingen. En je moet meedoen aan het sociale leven. En ik hoor ook veel mensen die wakker worden. Die zeggen, ja, ik wil niet meer naar die feestjes. Ik wil niet meer met van die mensen daar een beetje bij zitten. Met mensen praten. Zo, ik heb ze eigenlijk niks te vertellen, ik wil liever alleen thuis zitten. En dan denk ik, ja, doe dat ook. Ga lekker alleen thuis zitten dan over ons in dingen praten. En over dingen praten die niet van belang zijn. En ik werk samen nu met een groepje met Spiritueel Ontwaken, met Mind of Buddha. Stap in je innerlijke kracht. Met mijn groepje zijn we heel mooi onderweg. En waarin we in onze vorige sessie...
door een online Zoom-sessie, gingen we al onze negatieve overtuigingen benoemen. Toen zei ik, ja, laten we dat eens voor de grap doen, want iedereen schaamt zich er zo voor, over die negatieve overtuigingen die er van binnen zitten. En de grap is dat we ze allemaal hebben. En iedereen zegt ook een beetje hetzelfde. Ja, dan gaan we hoor. Nou, beginnen bij de eerste. Nou, ik ben stom. Ik ben lelijk. Ik kan niks. Ik ben dik. Ik maak niks af. Ik ga toch nooit succesvol worden. Niemand vindt me aardig. Ik hoor er niet bij. Ik ben waardeloos. Ik ben mislukt. Ik zal nooit iets bereiken in mijn leven. Nou, er komen allemaal van die mooie patronen. En dan gaat de volgende praten. Hè? Nou, die zegt hetzelfde en de volgende. En ja, ik ben een monster. En ik ben een sukkel. Ik ben een loser. Nou, dan gaan we lekker met z'n allen in de negatieve overtuigingen. Ik zeg, oké, nu gaan we het omdraaien. Hè? Wat zou je tegen jezelf zeggen als je je beste vriendin bent? Of beste vriend? Of wat zou je tegen je kind zeggen? Je zegt toch ook niet tegen je kind de hele dag, jij bent stom, jij bent dik, je bent lelijk, je kan niks. Jij zal nooit succesvol worden in je leven. Nee, er zal nooit iets van jou terechtkomen. Nou ja, zo praat je niet tegen een ander. Nou ja, in ieder geval, dat is geen liefdevolle communicatie. Dat weet jij, dat weet ik. Dus waarom zou je wel zo tegen jezelf praten? Ja, zeggen ze, ja, dat ben ik. Nee. Maar jij bent niet minder belangrijk dan een ander. En laten we daarmee ophouden dat de hele wereld belangrijker is dan dat jij zelf bent. Want zonder jou ben je er niet. Dus we gingen het rondje doen. Nou, ik ben geweldig. Ik ben fantastisch. Ja, iedereen vindt me leuk. Ja, iedereen kijkt naar me. Iedereen luistert naar me. Iedereen vindt het leuk wat ik doe. Iedereen vindt me, ja, vindt het leuk wie ik ben. Ik mag gewoon vrijuit praten. Ik mag gewoon doen wat ik wil. Ja, ook zoiets, hè. Ja, ja, ik ben heel waardevol voor iedereen. Ja, ik ben ook heel liefdevol. Ik ben heel positief. Ik kan echt alles, kan ook alles waarmaken. Er zijn echt ongelimiteerde mogelijkheden voor mij. Als ik niet naar rechts wil, kan ik wel naar links. Er zijn zoveel verschillende partners voor mij. Ik kan echt alle kanten op in het leven. En ik ben hier om een reden. En ja, ik ben ook heel gelukkig. Nou ja, het is een hele andere energie wanneer jij tegen jezelf gaat praten in positiviteit. Wanneer de liefdevolle communicatie in jouzelf plaatsvindt. Ik ben belangrijk, ik ben liefdevol. Ik sta op de eerste plaats voor mezelf. Eerst ik, dan een ander. Maar ja, wat betekent dat dan? Eerst ik, dan een ander. En dan komen we een beetje in, ja, wat heb ik nodig? Nou, dan kunnen we kijken naar je leefstijl, je tempo in het leven. Hè, wat heb jij nodig om tot rust te komen? Hoeveel slaap heb je nodig? Wat voor eten heb je nodig? Wat voor voeding heb je nodig? Hoeveel rust heb je nodig? Hoeveel momenten buiten heb je nodig? Je sportmomentjes, je vrienden, boeken lezen, ik zeg maar wat, muziek luisteren, zingen, dansen, yoga doen, mediteren. Dus wat is belangrijk voor jou in het leven om in verbinding te blijven met jezelf? Nou, als je niet weet hoe het is om in verbinding te zijn met jezelf, moet je eerst op zoek gaan. Oké, hoe blijf ik in verbinding bij mezelf en wat helpt mij om in verbinding bij mezelf te blijven? Hoe blijf ik voelen? Ik zeg het ook al vaak, creëer me-time, creëer een eigen space voor jou. In de chaos, in de drukte van de wereld, dat je altijd terug kan trekken. Terugtrekken, zelfreflectie, voelen, compassie voor jezelf. Waar besta ik? Waar ben ik? Waar ben ik met mijn gedachten? Waar ben ik met mijn gevoel? Rishi gaat even zingen. Dus die momenten die je nodig hebt in, oké, het leven vraagt weer veel van me. Deze dagen vraagt veel van me. Dus hoe kan ik in die verbinding blijven? Hoeveel momenten heb ik daarvoor nodig? Nou ja, dat vraagt een leefstijl. Dat vraagt aanpassing in leefstijl. Hè, wil je afvallen, dan moet je je eten gaan plannen. Je moet je eten voorbereiden. Hè, wil je veganistisch eten? Het zijn allemaal dingen. Wil je gewoon gezond eten, goed eten?
Het vraagt hè, nadenken over de inkoop, je boodschappenlijstjes, welke dag ga ik wat eten. Het vraagt allemaal planning. Het leven vraagt vaak ook planning van ons. Hè, wat gaan we doen? Wat is noodzakelijk? Wat is belangrijk? Wat is niet noodzakelijk? Wat is niet belangrijk? Prioriteiten en focus. Kijk, je huis laten verslonzen, dat is niet goed voor jezelf zorgen. Je huis op orde hebben is goed voor jezelf zorgen. Goed voor jezelf eten is goed voor jezelf zorgen. Hè? Jezelf wassen, jezelf douchen, jezelf hè, je kleren wassen. Jezelf verzorgen, persoonlijke hygiëne is goed voor jezelf zorgen. Het zijn gewoon belangrijke dingen. En je hoeft niet mooi te zijn, maar wel gewoon verzorgd. Verzorging is goed voor jezelf zorgen. Is jezelf weer opeenzetten, is weer belangrijk. Het zijn de kleine dingen die het hem doen. En uiteindelijk gaat het allemaal over die verbinding met je gevoel. Liefde voelen. In verbinding zijn met liefde. Hè? Iemand zei vandaag mooi. Ja, maar hoe kom ik van mijn schuldgevoel af? Ik voel de hele tijd de pijn. En ik voel me schuldig dat ik de hele tijd in die pijn zit. Ik wil uit mijn slachtofferrol. Ja. Ja, iedereen wil uit zijn pijn. Iedereen wil uit zijn slachtofferrol. Hoe ga ik zo snel mogelijk uit mijn slachtofferrol? Nou ja, accepteer maar even dat er pijn is. Accepteer maar dat je in die slachtofferrol zit. En als jij accepteert van jezelf, hey, ja, ik zit in die slachtofferrol. Oh ja, ik cijfer mezelf de hele tijd weg. Ja, ik vind mezelf totaal niet belangrijk. De hele wereld is belangrijk, maar ik niet. En als je dat nou de hele tijd, dat gaat accepteren. Ik verzorg mezelf niet. Ik vind mezelf niet belangrijk. Ik zit de hele tijd maar gewoon in mijn slachtofferrol. Oh, Risje is er weer. Ja, je vindt me zo lief, hè, schat. Ik weet het. Ik jou ook. En hij is heel leuk, hoor. Maar hij bijt me omdat hij me zo leuk vindt. En hij duwt zijn voetjes de hele tijd in mijn hoofd omdat hij me zo lief vindt. Hè? Dat is mijn... Oh. Mijn neus. Accepteren wat je met jezelf doet. Als je kan accepteren wat je zelf met jezelf doet, dan komt er zo'n moment, zo'n realisatie, zo'n besefmoment dat je denkt, maar dit is echt helemaal niet leuk. Ik wil helemaal niet zo met mezelf omgaan. En dan zeg ik weer, accepteren, voelen, blijf erbij. Blijf in die verbinding wat je met jezelf doet. En als je dan voelt van, oh, maar dit, nee, maar dit gedrag kan echt anders. Dat mag jij realiseren, dat mag jij voelen. En wanneer je het voelt, embodiment zoals ik het altijd zeg, wanneer jij het voelt in je lichaam kan je veranderen. Wanneer jij voelt in je lichaam tot hier en niet verder, de grens is bereikt. Hier is een nee of hier is een ja. Het vuur in jou moet wakker worden. Als je het vuur voelt in je lichaam, dan kan je een patroon doorbreken. Als je de pijn voelt en je zegt, nu is het genoeg, dan kan je het patroon omzetten. Dus wil jij snel, dan moet je eigenlijk in dat diepe springen en er de hele tijd bij blijven. Je moet er de hele tijd bij blijven. Dat je er gek van wordt. Dat je echt denkt, nee. En niet depressief worden. En weten, oké, ik blijf bij de pijn. Ik blijf erbij met liefde en met aandacht. Ik blijf erbij met liefde en aandacht. Ik blijf erbij met liefde en aandacht. Ik blijf erbij met liefde en aandacht. Ik ben de pijn niet. Ik ben dat slachtoffergedrag niet. Het is aangepast gedrag.